Dag mens in de zorg. Wij zijn bezorgd om u. Wij willen u namelijk niet verliezen. U brengt ons geluk, hoop en liefde. Dat zeg ik niet zomaar. Ik verzamel al meer dan 10 jaar al het wetenschappelijk onderzoek rond deze kernbegrippen. En ik mag ze vandaag voor u samenvatten in 7 kernwoorden. U maakt mensen gelukkig. Geluk gaat niet over mijn dingen, maar over andere mensen. En u geeft mensen hoop. Hoopvolle mensen stellen zichzelf doelen, vinden altijd wegen om die doelen te bereiken en blijven eigenaar van hun leven. En u geeft mensen liefde. Liefde is samen te vatten in deze 2 woorden. Onvoorwaardelijk geven. En daar bent u ongelooflijk goed in. U bent geen zorgverstrekker, maar liefdegever. U bent geen hulpverlener, maar hoopverlener. Ik heb geen ode voor u. Ik heb een vraag voor u. Een vraag om te blijven doen wat u zo goed doet. Mensen gelukkig maken, mensen hoop geven, gedragen door liefde. Ondanks alles en juist daarom. Daarvoor buigen wij diep.